We staan hier in de nieuwe toeristinfo van Gennep. En tot voor kort hadden we deze hele ruimte tot onze beschikking. Maar vanaf oktober, jongstleden, is er ook een expositie nu van 80 jaar vrijheid bijgekomen. En daarom is dus de toeristinfo in een afgeslankt jasje nu hier ook nog steeds gevestigd. En zoals jullie zien is dit dan de ruimte van de toeristinfo, waar wij de toeristen, maar ook andere belangstellenden ontvangen. De toeristinfo helpt mensen op weg als ze komen vragen van wat is er leuk aan Gennep, wat kunnen we hier doen, wat voor activiteiten zijn er. Of ze hebben een vraag over een bepaalde fiets of een wandelroute. En dan kunnen wij ze vertellen wat er allemaal voor leuks in Gennep te doen is. Cultuur, historie, natuur. Omdat dus dat die expositie hier gemaakt werd, moesten wij tijdelijk even naar een andere locatie en hebben we in de Zandstraat gezeten. Wat voorheen tandarts en praktijk Moren was, hebben we zo'n kleine 3 maanden gezeten. En vanaf begin oktober zijn we dus weer terug op ons oude honk, om het zo maar te zeggen. Nou, wij zorgen ervoor dat de gasten zich welkom voelen. Wij zeggen dan dat ze de bepaalde route mogen lopen. En we zien erop toe dat het allemaal netjes verloopt. Wij kopen hier vele wandel- en fietsroutes. En daarnaast ook nog wat winkelartikelen, wat keramiek, leuke boeken over Gennep. Onder andere ook kinderboeken. En sinds kort hebben wij dit boek ook in ons assortiment opgenomen. Het vernieuwde Gennep's dialectwoordenboek. En aangezien de feestdagen eraan komen, is dit misschien wel een leuk cadeautje. Officieel het eerste boek ver burgervaren Hans Tinnissen. Dankjewel. Ja. Nou, het dialect mag natuurlijk niet verloren gaan. Het is wel belangrijk dat het genoteerd blijft. En iedereen in Gennep zou in principe zo'n woordenboek moeten hebben. Ja, we hebben het inderdaad heel druk gehad met de expositie, maar ook met de mooie letters die op de rotonde zijn verschenen van Gennep. Maar een ander heugelijk feit is nog niet genoemd. Wij bestaan dit jaar, voorheen VVV, inmiddels Toerist Info Gennep, 50 jaar. En daar zijn we heel trots op.